Een hele goede middag. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb het vanochtend druk gehad met de kinderen. Jordi is al naar school. Ook daar heb ik het druk mee gehad. Hij ligt maar poepen, poepen, poepen. En ik heb nog meer was erbij gekregen dan dat ik al had. Dus ja, ik was ietsjes later op school. Niet te laat, dat niet. Maar ik was wel ietsjes later. Dus Niels had een berichtje gestuurd van Jordi komt eraan. Niels was ook aan het werk. Maar ja, onder het rijden kan ik natuurlijk niet een berichtje sturen. Maar Niels heeft dus al gewerkt vanochtend en die is nu weer thuis. Die gaat straks Jordi ophalen, daarna met die twee etters van ons naar de speeltuin. Als het goed weer blijft. Dan is Steffi hier, die gaat met Jordi aan de slag en ik kan gewoon mijn eigen dingetjes doen. Dus ja, dat. We hebben net ook gegeten en ik ga zo dadelijk wasvouwen boven. Kinderen liggen op bed. Ik ga even genieten van een ijsje en dan hier opruimen. Steffi is geweest, heeft lekker met Jordi zitten keuvelen. Niels is met de kinderen naar de speeltuin gegaan. Liam was er vandoor gerend. Ja, dus die heeft Liam moeten pakken. En ik ben maar van alles en nog wel bezig geweest. De was. Ik heb plantjes gepoot. Ik heb hier van alles gedaan. En Steffi was ook jarig vandaag. Dus haar verjaardag hebben we ook een beetje gevierd vandaag. Hier dan, zeg maar. Met Jordi een taartje gegeten, zeg maar. Dus dat. En ja. Cadeautje aan haar gegeven natuurlijk. Wat dat allemaal is. Dat is iets tussen ons en Steffi. En ja, dat. Een hele goede morgen. Ik ging net plassen. Het is nu 6 uur. Ik ging net plassen en ik hoor ons Joefie allemaal met haar hoofd schudden, et cetera. Kom dan. Joefie heeft denk ik oorontsteking. Ze is allemaal met haar hoofd aan het slaan en doen. Ik heb net een doekje tegen de oren aangehouden en er komt allemaal prut uit. Dus ik kan nu niet meer slapen hoor. Ik moet nu bij mijn hond blijven. Kom Joef. Kom dan. Ik zal laten zien. Ze heeft last van dat oor. Ze heeft ook niet de rust om nou bij ons te komen liggen. Want dat hebben we net geprobeerd. Joefie. Hallo. Moeten de mensen dat zien? We gaan in ieder geval dadelijk om 8 uur gelijk bellen met de dierenarts. Maar als ik weet dat mijn hond iets heeft, dan kan ik niet meer slapen. Dan moet ik erbij blijven. Dus zowel Niels als ik zijn wakker. Wij kunnen daar niet. Als de kinderen of de hond ziek zijn, dan zijn we wakker. Dus ja, we blijven hier beneden op de bank even liggen. Zodat het beestje in de gaten gehouden wordt. Je ziet ook dat dat oor hangt. Wat is Joef? Wat is meisje? Kom hier dan. Ja, je hebt niet de rust om bij ons te gaan liggen, hè? Dat je niet lekker bent. We zijn opnieuw naar voren als Nederlandse kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie. Ze ligt nu lekker bij me. Nog een uurtje, dan kan ik bellen. Wij zijn de kinderen naar school aanbrengen. Ik heb het dierenarts gesproken, vanmiddag mocht Joef terecht. En ze kan nu niet meer schade aanrichten dan wat er al aan de hand is. Dus ja, rust is op dit moment wat ze moet hebben totdat ze bij de dierenarts is geweest. En dat krijgt ze het beste door gewoon lekker in de uppie te zijn, want dan gaat ze slapen. Dus ja, we gaan eventjes de Bambix bende naar school brengen. En daarna eventjes naar de winkel. Even naar de bouwmarkt. Dus,
aan die arbeid voor vandaag. Wij hebben een drukke ochtend gehad. We hebben een gesprek gehad voor Liam, voor thuisbegeleiding. En ze gaat kijken, zeg maar, of Liam getest moet worden, et cetera. Op bepaalde, ja, hoe ga je dat zeggen? Ja, en dan getest als in ADHD, autisme, et cetera. We hebben Youf mee. We zouden om 2:15 gaan, hè. Maar we werden opgebeld dat het later werd. Dus dan gaan we eerst Jordi ophalen. En dan zet Niels mij af met Youf. En dan, nee Youf, nee, je komt niet op me zitten. En dan gaat Niels, Liam en Sam ophalen. Nee, je gaat niet blaffen. Dan gaat Niels, Liam en Sam ophalen. En dan komt hij daarna teruggereden. Zodat ik met Youf samen hopelijk klaar ben. Maar goed, dat gaan we dus doen. Youf die heeft allemaal prut in de oor zitten. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is in ieder geval vies. En ja, ik denk dat het een kuurtje wordt. Maar we gaan er even kijken wat er aan de hand is. Alle kinderen zijn weer thuis. Jordi daar, Sam daar. Liam is lekker buiten aan het spelen. En Joefie ligt lekker in de zon. Onze Joef. Ik ben met haar naar de dierenarts geweest. Ze heeft een gel voor een week in de oor gekregen. Hij was heel erg ontstoken. Het is echt niet goed. Kom maar meisje. De oor is echt niet goed. Het is... Niet doen. Het is dit oor. Dat oor. Ze heeft ook al uitslag een paar weken. En dit kan ermee te maken hebben. Dus wat de bedoeling is, ze heeft nu tabletten gekregen voor de jeuk. En ze heeft voor een week een gel in de oor gekregen. Omdat het ook zo dik allemaal in haar oor is, zijn wij niet in staat om haar die gel erin te duwen. Want ze heeft echt kracht en pijn moeten doen bij die hond. Om te zorgen dat het erin ging. Volgende week gaan we terug. En dan gaan we checken. Als ze nou pijn heeft, hoef ik maar te bellen. Krijgt ze pijnstilling erbij. Maar in principe zou dit voldoende moeten zijn. Ze heeft ook de ontsteking op kweek gezet. Dus ze gaat ook checken. Als ze me belt, dan is het niet goed. Dan wordt het doorgestuurd naar een laboratorium. Om te checken wat het precies is. En dan kan ze ook gericht behandeld worden. Maar voor nu is de eerste behandeling is een feit. Ze deed hartstikke goed. Ik heb ze wel laten muilkorven. En dat is niet omdat, omdat ze niet lief is of zo. Maar ik weet niet hoe ze gaat reageren als ze pijn heeft. Een hond kan niet vertellen dat ze pijn heeft. Dus die bijten dan. En dat is gewoon heel logisch. Maar ja, nu ligt ze lekker bij mij zo. Hè, meisje? Dus ja, dat. Eventjes goed in de gaten houden. Het kan zijn dat ze koorts heeft, maar dat komt echt door de ontsteking. En ja, ze moet gewoon nu even relaxen en rustig aan doen. En we moeten ze gewoon een paar dagen even goed in de gaten houden en kijken of het oor slinkt. Zien we dat er niks gebeurt met het oor en dat het erger wordt, dan moeten we terugkomen. En ja, dat. En ik vind het altijd heel typisch en ik snap dit, hè. Ik snap dit echt van die dierenarts. Ze zegt, ja, zegt ze, daar zitten extra kosten aan verbonden en dit kost en dat kost. En nou is het niet zo dat ik bergen met geld heb, zo bedoel ik dat niet. Maar je weet dat als je een hond hebt en je moet naar de dierenarts, dat dat geld kost. Dat weet je gewoon. Dus ja, ik vind het belangrijk dat het beestje geen pijn heeft. En ja, dat. En van die uitslag, het kan zijn dat ze ergens allergisch voor is. Wat ze gehad heeft. Ze heeft laatst heeft ze een keer iets van een aardappel gehad. En toen werd het alleen maar weer erger. Het kan zijn dat ze gewoon zwaar allergisch daarvoor is. Maar als dit allemaal achter de rug is. Dan gaan we ook gewoon heel eventjes kijken. Hoe we daarachter kunnen komen met de dierenarts. Maar eerst maar eens zorgen dat ze weer beter wordt. En op dit moment dat als we iets hiervan eten hebben. Gaat ze gewoon gelijk de gang op. En dat zorgen dat ik zeker weet dat er niks mis mee gaat.
kan ook zijn dat ze gewoon allergisch is voor iets van een boomsoort of zo. Want het is pas echt sinds de zomer. Maar hey, hè? Het is gewoon zoals het is. En daar gaan we achterkomen. Het beestje hoort geen last ergens van te hebben of pijn te hebben. Dus, hey Joefke. Ja, ik weet, het is niet fijn, een meisje. Nee. Ja. Dus we gaan er gewoon in de gaten houden. En ze stinkt. Maar ja, oorontstekingen stinken nou eenmaal. Dus daar gaan we maar gewoon mee volhouden. We hebben lekker frietjes gemaakt. En Liam. Liammeke. Kom lekker happen. Liam eet vandaag wonderbaarlijk goed. Hij heeft zelfs een kipnuggetje geprobeerd. Iets wat hij normaal niet doet. En een kipvingertje geprobeerd. Iets wat hij normaal ook niet doet. Jordi die zit van papa friet te grappen nu. Sammy is ook lekker aan het eten. En Lia? Jordi die zat van papa friet weg te grappen. En Liam zit ook lekker te happen. Zo moeten we een beetje blijven afwisselen in hoe en wat. Dus vandaag eten we aan tafel, of aan de kleine tafel. Morgen eten we weer aan de grote tafel. Maar om Liam bepaalde afwisseling te gaan geven, doen we dit. Zeg maar, dus met thuisbegeleiding en alles besproken. Dus, ja. Hij is rustiger dan normaal aan tafel. Dus we gaan het gewoon langzaamaan uitproberen. Dat werkt.
Een hele goede morgen. Joffie, kom nou bij mij. We waren toch aan het knuffelen. Het lijkt ietsjes beter te gaan. Het gaat nog niet goed, hè? Maar het lijkt ietsjes beter te gaan. Ik denk dat er vooruitgang in zit voor jou. Al is het maar een beetje. Hè, moppie? Wat is het? Sjoef, sjoef. Wat is het? Kom liggen. Wat is het? Je bent gewoon een trilijzer, jij. Ik denk dat we eerdaags je truien bij je aan moeten doen. Hm? Maar het lijkt ietsjes beter te gaan. Dus dat oor. Ik kan het alleen niet laten zien. Maar het vel lijkt wel enigszins iets of wat. En wat ik mocht kijken, zag er op zich oké uit. Doe maar rustig. Maar rustig. Ga je weg? Sjoef, sjoef. Sjoef, sjoef. Sjoef, sjoef. Oh, doei. Oh, ze wil weer in de mand liggen. Maar goed, in ieder geval, kindjes zijn naar school. Niels is de hele dag werken. En die is als goed zoekt niet met avondeten. Of heel laat. Als de kinderen al op bed liggen, in ieder geval. Je hoeft niet met je poot in je oor. Dat mag niet. Ik heb net heel even wat gegeten. En ik ga zo dadelijk eventjes wat dingetjes doen hier. Ik heb natuurlijk gisteren alles gepoetst en gedaan. Ik ga daar even kast in de gang doen. Die moet ik al de hele tijd doen. Die ga ik daar even aanpakken. Dat is mijn doel voor vandaag. Ik stel vandaag niet heel veel doelen, omdat... Omdat ik vanavond de kindjes, zeg maar, allemaal alleen moet doen. Dus ik moet heel even op mijn tellen passen. En dat is niet erg, dat is gewoon prima. Maar ja, dus als die kast klaar is en ik heb nog behoefte om een andere kast te doen, ga ik nog een kast doen. Maar als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Maar voor nu eventjes uitbuiken en eventjes relaxen. Want ook dat mag. Ik ben even aan de slag geweest. Ondertussen heb ik mijn Inge gebeld. Maar ik heb deze kast helemaal opgeruimd en gedaan. Dus ook die is weer netjes en uitgezocht en weggedaan wat weg kon. Dus dat hebben we ook weer geregeld. Nu kan ik nog heel eventjes zitten. Ik heb net ook even gegeten. En dan ga ik zodra Jordi, Liam en Sam ophalen. Ja, dat is eigenlijk... Wat ik heb gedaan vandaag. Maar het was heel veel uitzoekwerk. Want ik heb ook heel veel weggedaan. En gewoon weggegooid. Dingen die we niet gebruiken. Al een hele tijd niet gebruikt hebben. Dus ja. Ik heb alles en iedereen weer verzameld. En ze zijn allemaal thuis. En lekker even chippy aan het eten. En even wat aan drinken. Jordi heeft alles al gehad. Die is er altijd heel snel mee. Dan is het nu tijd om de tassen leeg te maken. Maar ik wil jullie nog wel heel even iets laten zien. Ja, ik heb haar gezicht geblurd. Want het is een zorgverlener. Maar het is hartstikke mooi. Want bij de school van Jordi hebben ze een kliniekclown. En dat is Flo. En die komt altijd één keer in de week, zeg maar, bij een aantal klassen langs, zeg maar. Om vervolgens met de kindjes eventjes een fijne tijd te hebben. Het is hartstikke mooi dat dat er is. En het is ook hartstikke mooi dat, ja, dat de school dit, zeg maar, geregeld heeft. Jordi vindt haar niet altijd even leuk. Maar vandaag vond hij er wel weer leuk. Klappen in de handjes, blij, blij, blij. Op het blije bolletje, allebei. Tweemaal in de hoogte, tweemaal in de zij. Zo waren de scheepjes voorbij. Ei, ei. Nog net voordat de kindjes naar bed gaan, kwam papa nog thuis. De wielen van de bus gaan rond en rond. Wat heb je daar? Rond en rond. Wat heb je? De wielen van de bus gaan rond. Rocky? Als de bus gaat rond. Ga je met Rocky spelen? Wiggen! Oh. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep.
De klaks van de bus. De toeter. Piep, piep. Oh, de toeter van de bus. Doet piep, piep, piep. Als de bus gaat rijden. Ja, zo gaat het liedje helemaal niet, maar dat maakt niet uit. Maar je klakson snapt hij toch niet? De toeter. Is dat Rocky? Of is dat Chase? Is dat Chase? Doe maar papa vertellen wie er is. Sam, is dit Chase? Is dat Chase? Wie is dat dan? Rocky. Rocky. Oh. Waar is Chase dan? Is net. Chase op vakantie? No. Waar is Chase dan? Waar is Chase nou? Nee, Rocky is belangrijker. Ja, Chase. Waar is Chase nou? Chase. Zeg maar, die is weg. Chase. Chase is weg. Chase. Chase weg. Chase. Heb jij baby? Ga je met baby spelen? Rocky. Ga je spelen met baby? Baby in de aanhaf. Een hele goede morgen. Vanochtend heeft Niels samen met mij de kinderen naar school gebracht. En daarna zijn we een paar kleine boodschapjes gaan halen. Gewoon de verse dingen. Ik wilde wat verse spulletjes hebben. En ik ga nu even voor mezelf een wrappy maken. Maar ik moet meer te vertellen. Straks gaat Niels Jordi ophalen. Die is om 2:15 moet hij daar zijn. Niels zit ook aan die kant van Den Bosch, dus dan is het handiger dat hij dat op gaat halen. Of dat hij hem gaat ophalen. En ik ga dan Liam en Sam ophalen. Dan kan ik 3 kwartier later. Dus ja, dat. Dan ga ik eventjes naar de stad toe, want morgen gaan we naar Inge en Emiel toe. Want Inge en Emiel vieren samen hun verjaardag. Inge is in de zomerjarig, Emiel is in novemberjarig. Maar ja, hè, het leven gooit nou eenmaal in bepaalde richtingen. En Emiel moet ook weg voor zijn werk, dus hebben ze gezegd van nou weet je wat... We vieren het eerder voor Emiel dan. Dus dat is waar we morgen heen gaan. En dan blijven we gelijk slapen en dan zaterdag gaan we naar huis. Ook omdat Liam momenteel heel erg overprikkeld is enzovoorts. En ik had het er met Inge over. We hebben ook iets, een feest van een dorp op die zaterdagavond. Dus ik zei ook tegen Inge, ik zeg ja... Dan wordt gewoon echt te druk voor Liam en Jordi onder andere. Dus dat begreep ze ook helemaal. Dus wij gaan zaterdag rond de middag ergens weer naar huis. En dan zijn we weer thuis. Dus dat is eigenlijk een beetje wat de bedoeling is. Ik ben nu even lekker voor mezelf eten aan het maken. Ik had net al van Niels eten gemaakt. Dezelfde. Maar ik moest naar de wc. Ja, soms moet je dat nou eenmaal, hè. Maar goed. Ik ga wel even lekker wrappie eten. Ik ben op dit moment van de wrappies. Vind ik lekker. Ja. Even kijken. Ik moet daar ook heel eventjes vlees aanzetten. Want wij eten een stoofpotje vanavond. Daar heb ik zoveel zin in. Met spruitjes. Vinden de kinderen niet allemaal even leuk. Maar hey. Dat is pech. Liam en Sam eten momenteel toch al heel slecht hun avondeten. Dus ja. Ik ga daar ook niet 100% rekening mee, meer mee houden. En ik heb alternatief voor ze. Dus, maar goed. Even mijn wapje eten. Ik heb mijn stoofpotje aangezet. Ik ben naar de stad geweest voor een cadeautje voor Inge.
Dat is allemaal gelukt. Voor Emiel had ik al een cadeautje. Voor diegene die niet weet wie Emiel is. Emiel komt eigenlijk nooit op in beeld. Dat is de man van Inge. Die is morgen... die viert morgen zijn verjaardag samen met Inge. En ja, dat. Dan ben ik ook nog heel even gauw de CNA ingegaan. Want ja, het seizoen gaat toch wel weer veranderen. En zowel Liam als Sam zijn hard aan het groeien. En ik heb al heel veel in die maat. Maar er kan ook echt heel veel uit die kast. Dat ga ik ook nog allemaal uitzoeken. Volgend weekend komt Inge hier. En dan gaat het allemaal gebeuren, zodat dat ook gelijk weg kan. En voor Jordi kom ik steeds shirtjes met lange mouwen tekort. En die heb ik er twee gevonden. Die ik wel leuk vond voor hem. Dit is korte, mijn korte mouwen. Maar ik heb ook zwarte shirtjes die wat korter zijn. Dat die met lange mouwen dat wel aan kan. Dus ja, dat is helemaal in orde. Ik ga hier nu even opruimen en poetsen. Ik ben straks natuurlijk naar de stad geweest. En ik heb een cadeautje voor Niels. Niels wil altijd... Die vraagt altijd 101 dingen. En ik heb er altijd overal antwoord op. Dus ik heb een cadeautje voor je. Het zijn glazen bol. Nee, geen glazen bol. Oh, ja. Ja, vind je leuk? Ja. Niels die vraagt aan mij altijd 101 vragen. En ik heb niet op altijd alles antwoord. Maar nou kan hij zijn antwoord uit het boek halen. Dat vind je dat leuk, ja? Ja. Oké. Okay. Nou, daar ben ik blij mee. Vraag maar een vraag. Doe. Stel maar een vraag. Dus papa. Gaan we levenslang gelukkig blijven? Overdrijf. Het niet. Nou, dat is een goed antwoord. Dat is een goed antwoord. Maar wij gaan daar ook de kinderen in de douche doen. En daarna gaan de kinderen naar bed. En ik ga ook niet veel bijzonders meer doen. Dus bij deze. Ik ga deze ups en dan afsluiten. Tussen papa. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.